Hallo lieve studententv-kijkers. We zijn vandaag op de 50PLUS-beurs, de Silver Edition. Het is de 25e keer dat deze beurs er is. Dus super speciaal jubileum-editie. En wij gaan even rondkijken wat er allemaal te beleven valt. Let's go! Wat vindt u tot nu toe van de 50PLUS-beurs? Ik vind het heel leuk. Ja? Ja. En waarom? Ik woon in Utrecht. Heeft u nog een tip voor ons, voor de rest van ons leven, tot we 50 zijn? Ja. Je moet goed onderhouden voor jezelf en totdat je ook de leeftijd bereikt. Inderdaad. En een beetje respect voor de ouderen. Want wat zijn jullie van elkaar? Vrienden. Ja. Vrienden? Ja, ja. En jullie zijn altijd zo... Vrienden voor het leven. Ja, we zijn alle twee even oud, dus we schelen maar 3 weken. Was echt? Ja. En zijn jullie ook van lang al bevriend? Ja. Hoe lang al? Ja, 20 al. En kleden jullie altijd hetzelfde? Ja, we hebben zoiets. En toen, we zijn altijd wauw van kleuren, dus we willen niet altijd grijze muizen worden. Maar lekker vrolijk, ja, leuke groeten. Oh, dat is juist het massagegedeelte. Ja. Staat die aan? Als het er tegenaan zit, gaat hij aan. Oh, dat is wat. U kunt dat niet zien, maar ik wil al. Heeft u al iets gezien wat u bevalt? Ja. En wat vond u leuk? Ja, dat vestje van zo'n plus. Dat zwart-witte vestje. Ja, vind ik echt mooi. En wat vindt u van de mannen? De modellen? Ja, goed. Heel goed. Ik juist heel leuk, die mannen. Ja. We staan bij de fietsen. Het is geweldig, want je kan hier dus oefenen hoe je kan fietsen op een elektrische fiets. Wie wil dat nou niet op zijn oude dag? Ik weet het niet. Oh, ja, ik ga dit wel even proberen, want ik ben benieuwd of ik dit wel aan kan, deze snelheden. Meneer, vindt u het wat? Ik weet het niet. Weet u nog niet? Nee, ik weet het nog niet. Je hoort dat, ik twijfel nog. Ja, want er zijn meerdere massagestoelen en kussentjes hier op de beurs. Oh. Wij zaten net hier verderop en dan heb je ook speciale kussens die je ook... die vond ik persoonlijk wat lekkerder. Oh. Iets minder heftig. Oh. Ben je van hier... Nee, ja, eerlijk niet. Ik ben geen heel goed verkooppraatje aan het houden. Ontspannen sluiten we deze mooie dag af. En waar kunnen we dat kijken? Ik doe even mijn ogen dicht hoor. Ja. Oeh, ik had nu wel over een pijnlijk spiertje heen. Oeh. Heerlijk, het was een leuke dag. We hebben ervan genoten.